alleen maar televisie kijken. Heeft iemand nog een leuke vraag? Ja, ik heb wel iets. Dit is een vraag voor psychiaters, wat mij betreft. Of psychologen, maar niet voor een bioloog. Het is een mensenprobleem. Nou, rustig aan, mag ik even denken? Na de dood ben je restloos verdwenen. Angst voor de dood is volgens Epicurus dan ook niet nodig. De dood, zo zegt hij, gaat ons niets aan. Want wanneer wij er zijn, is de dood er niet. En wanneer de dood er is, zijn wij er niet meer. Als ik nadenk, hou jij je mond. Oh, dat is wel even lastig. Ja. Wil jij daar nog iets aan toevoegen? Ja. Nou, de spannende vraag voor mij blijft wel. Harder, zachter, zachter, harder. Zeg ik altijd op mijn werk. Ja. Fase 2. Kijk of jij nog reflexen hebt. Een tijdje terug is er nog één naar beneden gedonderd, zo'n arbeider. En dan lag hij precies daarin, dus dan zat ik met mijn verrekijker te kijken. En nou, breek ook de dag weer. Ja. Je bent er. Waar ben ik? Ja. Het valt niet mee, hè? Het valt niet mee. Nee, ik kan niet meer. Ik ben ontslagen, jongen. Ik ben eruit geflikkerd. Nowadays no one is unemployed anymore. They're just consultants. Ja, als ik er niet meer ben, dat komt voor in het leven. Dat is helemaal niet erg. Dan houdt het leven helemaal niet op. Al heel lang geleden, maar ik wist niet dat het later nog zo van pas zou komen, heb ik 4 regels opgekrast. En dat was op de vraag waarom, is ieder antwoord krom. Het is beter stil te staan bij hoe nu verder te gaan. Misschien wel 20 jaar geleden. Nyampe ke stasiun. Ya, jangan mau di atas, sudah.